In deze video gaan we het hebben over rapportage. Binnen de Cloud Management Portal is het mogelijk om te rapporteren wanneer jij er behoefte aan hebt en op zaken die van toepassing zijn voor jouw instelling. De rapporten vind je hier in het menu bovenaan. Door erop te klikken zie je een aantal rapporten die standaard zijn. In overleg met de instellingsbeheerder kunnen we deze rapporten aanpassen. Ik laat nu een aantal van de standaard rapporten laten zien. Rapporten zijn er bijvoorbeeld in lijstformaat, waarbij deze ook gefilterd kunnen worden en geëxporteerd als CSV. CSV kunnen vervolgens gebruikt worden in Excel om je rapportage verder te maken. De rapporten kun je ook zelf samenstellen, gebaseerd op eigenlijk alle velden die we binnen CloudBot kennen, die je hier ook ziet. Kunnen we bijvoorbeeld kiezen de VM's die een backup policy hebben, die bijvoorbeeld gelijk is aan brons. De inhoud van het rapport kunnen we vervolgens ook kiezen. Alle velden die beschikbaar zijn, die kun je hier vervolgens in een dropdown vinden. Dit zijn weer dezelfde velden als waarop je op kunt filteren. En als je zo'n rapport hebt samengesteld naar je wens, dan kun je hem of draaien en dan zie je op het scherm de output, of weer exporteren als CSV. Ik draai het rapport nu even, zodat we een voorbeeld kunnen zien. De velden hierboven zijn de velden die hier gedefinieerd zijn. En er is gefilterd op wat of dat ik heb aangegeven. Dit zijn rapporten over VM's. Er zijn ook een heel aantal rapporten gebaseerd op kosten die VM's veroorzaken. Die kun je hier zien. En hier kun je vervolgens ook nog selecteren wat of dat je precies wil zien. Rapporten gaan er altijd vanuit. De inhoud van de rapporten gaat er altijd vanuit van de VM's waar jij recht op hebt. En mocht er in een rapport een grafiek zitten, dan kun je die ook opslaan als PNG, de inhoud opslaan als CSV of eventueel de grafiek direct afdrukken.